Volgens politicus Stephen Tsang van de NDP zorgt de huidige regering voor etnische onrust, maar ook voor etnische onstabiliteit. Als we kijken naar de gang van zaken, zegt meneer Tsang dat het veel beter zou kunnen met betrekking tot ons land. Het lijkt erop alsof de regering geen moeite wil doen voor de samenleving, zodat die hen veel beter kan hebben. Nou kijk, je moet het voorbeeld stellen hè, als regeringsleider. Je bent een leider. Mensen kijken naar jou op. Wat wij nu ook zien in deze regering is dat de president en de VP op zichzelf staande regeringen zijn in een land. En dat kan niet. Het weerspiegelt zich ook in de samenleving. De polarisatie die ik nu zie in de samenleving, ik vind dat heel erg. Ik zeg het ook gewoon cru, het is ook wat er overal op social media gaande is. Je hebt de Creool tegenover de Hindustan. Het is niet goed. We hebben dat in de afgelopen 10 jaar niet gezien. En ik denk dat daar een stukje doorsijpeling van boven naar beneden gaat. En ik denk dat dat een heel groot probleem zal zijn voor Suriname. Ik denk dat dit Suriname eigenlijk 50 jaar terug heeft geworpen in de ontwikkeling. In ieder geval als natie. En ik denk dat wij daar met z'n allen aan moeten werken en niet moeten meedoen met alles wat er nu gebeurt. De afgelopen tijd zei minister Raguban Singh van Financiën en Planning dat er geen geld is om te investeren in onderwijs en volksgezondheid. Maar we merken dat dagelijks, wanneer we het hebben over de sector volksgezondheid, dat het stuk gaat. Denkt u dat de regering geen prioriteiten stelt aan de belangrijkste zaken? Nou, ik denk dat ze inderdaad de verkeerde prioriteiten stellen. Er wordt steeds, nu zien we dat ook in de begroting, dat ze steeds van overal geld proberen te trekken. We zien dat bij BTW, we zien dat bij belasting op de brandstof, BTW extra, BTW op de brandstof. Het volk wordt maar steeds verder uitgeknepen. Maar als ik kijk naar wat er bij volksgezondheid gebeurt, er wordt 11 miljoen euro, dat is ruim 400 miljoen SRD, wordt nu besteed om een nieuw bouw op te zetten voor het ministerie van Volksgezondheid. Dan zeg ik, waarvoor is dat nodig? Je hebt ziekenhuizen die over de kop gaan. Je hebt mensen die doodgaan vanwege geen medicijnen. Neerdialysecentra in Kommerwijnen hoor ik gaat ook al sluiten. Waar zijn we mee bezig? 400 miljoen ga je nu stoppen in een nieuw bouw voor volksgezondheid. Is dat nodig? Is dat nodig voor de president om steeds weer naar op dienstreis te gaan? Want er wordt gezegd dat de president toen naar India is gegaan voor $150.000. Toch? Wij vermoeden dat dat bedrag veel hoger moet zijn. Maar oké, laten we uitgaan van wat de president zegt. $150.000, dat is ruim 4,5 miljoen SRD. Als ik nu hoor dat de mensen in Brokopondo van de overstromingen, die zouden 3000 SRD per gezin krijgen met terugwerkende kracht van 6 maanden. Dat wil zeggen 3000 SRD 6 maanden lang is 18.000 SRD per gezin. 200 gezinnen hebben zich geregistreerd voor die 18.000. Dat komt op 3,6 miljoen. Na een jaar hebben ze dat nog steeds niet gehad. Die 3,6 miljoen is veel minder dan die 4,5 miljoen die de president heeft gebruikt om begin dit jaar naar India te gaan met friends and family. Dan zeg je van, je vraagt de gemeenschap om de broekriemen steeds aan te trekken. Gas gaat omhoog. EBS gaat omhoog. Brandstof gaat volgende maand weer omhoog. En dan ga jij dit soort dingen uithalen. Een jaar lang hebben die mensen van Brokopondo met die overstroming nog steeds het geld niet gekregen. Jij gaat begin dit jaar voor 4,5 miljoen op reis naar India met friends and family. En dat kan wel. Dus ik zeg, laten we ophouden met elkaar voor de gek houden. Wanneer de regering zegt dat de broekriemen strakker moeten, dan moeten zij het voorbeeld geven. Dan moeten zij hier duidelijk komen aangeven wat hebben zij aan besparingen gedaan voordat zij weer een volgende maatregel op de samenleving gaat loslaten.